multiple officers down. Gunshots reported. Ik heb ook alweer een vest aangedaan en zou hier om de hoek worden gesch... SPD! Don't make me shoot you! Vallen! Sorry. Knieën! Laten vallen wat ik ook heb! Die gaat er meteen vandoor. Achtervolging gestolen voertuig, hoge snelheden, richting... Oh nee, niet doen. Ik ga niet weer achtervolgen doen. Stoppen. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD Geval en More. En vandaag ga ik op pad met deze zieke Touran 2011. Gemaakt door Team MOH. Er zit een reflective skin op. Je zult hem nu nog niet heel goed zien. Alhoewel, je ziet het toch wel, kijk eens. Ja, reflective skin is dus ja, die weerkaatst eigenlijk het licht. Dat is super vet. Nu is het nog over ja, licht zeg maar. We gaan de avonddienst in een beetje nachtdienst. Dus jullie gaan hem zeker nog mooi zien met de reflective skin. Even kijken. Alarm ligt eruit. Moet nog even goed de ILS installeren. Ja, waar staan we nu? We staan eigenlijk gewoon... Waar ik inspande. Ik heb soms echt geen zin om helemaal richting een politiebureau te rijden. Maar ik heb wel zin om op te nemen. Dus dan ja, dan span ik gewoon alles in op de plek waar ik begin. Dus waar ik inspan. In dit geval was dat daar zo, waar ik net stond. Meldingen staan aan. Wim is ingemeld. Wim is solo vandaag. En bijzonderheden voor deze dag heb ik niet, alleen dat ik nu zelf schakel en dat is niet zo handig, dus we zetten hem lekker in een automaat en we gaan het zien wat hier links bijvoorbeeld al langs rijdt. Ja, dat kon ik dus echt niet zien. Audi RS7 geloof ik. Altijd even de moeite waard om die te controleren. Hij gaat hier op. Nou, lijkt me niet voor niks, want ik geloof dat hij of langzaam rijdt of heel erg slingert. Juist, slingert. Stop voor sedan. Ja joh, knal hem daar maar tegen. Goed. Eerste staanhouding van vandaag, Audi RS7. Die waarschijnlijk iets heeft gedronken. Goedendag, we rijden een rijbewijs van u. James, dankjewel James. Even kijken. Die is verlopen James, je geeft me een verlopen rijbewijs, niet zo handig. Ik ga wel mijn keur verkrijgen, maar wat nog belangrijker is. Heeft u toevallig gedronken? Nee, toevallig drugs gehad. Mijn visioen, die bloemen, hell nee, hell no, oké. Okay. Nou goed, beetje raar. Ik ga in ieder geval even een blaasjes bij doen, maar blaas terug, stop zeg, blaas. Oh maar, even kijken, oké, okay, ik zit dronken. Maar met de drugs lijkt het misschien toch wat... een ander verhaal. Ja, positief of cannabis. Goed, je mag uitstappen. En ik vorder bij deze alle verboden middelen die je bij hebt. Mag even hier gaan staan. Ik ga ook even je voertuig doorzoeken op basis van de... Hoe heet die wet ook alweer? Ik weet niet meer. Verdovende middelen. Nee, ja, iets zoiets. Blijf staan, vriend. Kom. Ah, ik pak hem zo wel. Die is toch niet snel. En even de kofferbak doorzoeken. En dan heb ik de hele auto wat mij betreft doorzocht. Oké, kom hier. Die stopt die auto ook. Maakt het niet. Kom hier. Oké, goed. Hey, jij bent aangehouden. Rijden onder invloed van cannabis. Niet de andere verplicht. Je hebt recht op een advocaat. Wil je daar gebruik van maken? Kun je niet veroorloven, maar met een RS7 denk ik dat wel. Dan krijg je dat eentje toegewezen van het Openbaar Ministerie. Ik ga jou nog even fouilleren. Een collega vraagt om een assistentie. Even hier komen. Dat is verhoord. Fouilleer en wat had hij bij? Ik heb hem niet kunnen afmaken door... Doe eens rustig joh.
Daar heb ik hem wel nodig toeteren. Dat is binnenkort €380, even dat je het weet. Deze kan hier niet blijven staan. Dus je gaat hem afslepen en hij krijgt de... Ik ga die mevrouw eens even aanspreken. Ik vind het een beetje raar gedrag wat ze tegen Wim vertoont. Dat is nergens van nodig. Wim doet maar gewoon zijn werk. De stop voor staat alweer aan. Oh, sorry auto. Ja, dat was mijn fout. Je hebt alle terrein om te toeteren. Ja. Good aids. Oh, oké. Okay. Farms. Oh, oké. Okay. Hallo. Hey. Waar ga je? Waar gaan we zien? Ergens staan. Ah, hier. Goed. Volgende keer van de maanden tegen Wim, ja? Pik ik niet, hè? Dat ze geen geduld right. hebben. Off you go. Ah, we gaan eens kijken naar een freeway. Melding van... Het verbreken van een contactverbod. Oftewel, iemand heeft een contactverbod tegen iemand anders en die persoon is toch bij hem in de buurt. Ja, ik weet niet hoe vaak ik het nu al heb gezegd, maar ik vind dat altijd een beetje zo dubbel. Je zult maar iemand in je straat een contact... Ja, een straat, ja, het kan zomaar, hè. Ja, misschien moet hij dan ook verplicht verhuizen daarbij. Maar je zult maar iemand hebben die waarbij je een contactverbod hebt, die ook in dezelfde supermarkt als jij komt. Of dat soort dingen, dus ja... Help! Please, officer. Listen, there's this guy. I have a restraining order against him. Maar dat is voor hetzelfde geld komen we hem daar dan tegen, ja. Zonder dat hij dat wilde. Can you help me? En de bedoeling dat totdat zijn bedoeling was. En vervolgens ga je de politie bellen van ja, je loopt hier. Een vrouw bruin. Hoi. Hij blijft staan. Jij bent het namelijk. Ik reed iets harder op eraf. Anders kreeg ik een audio menu te horen. Goed, hey. Wel even een ID. Ja, even nakijken in het systeem. Nou, je ID is verlopen. Miguelia. Dat is niet zo handig, doe er iets aan. Jij had een contactverbod... staan of iemand anders had ik het ook bijvoorbeeld tegen jou staan heb je verbroken. Ik weet niet wat je hier doet. Ik weet niet of je toevallig gewoon rondliep. De normale procedure is dat ik je aanhoud, ga ik dus bij deze ook doen en dan wordt dat verder Wim niet zo agressief tegen, wordt het verder op bureau nagekeken. Ja, ik durf eigenlijk niet te zeggen, het is geloof ik gewoon aanhouden. Hey, een VOA-bus, die gaan jullie binnenkort ook zien. Dat wisten jullie nog niet, maar nu wel. Ah jawel, dat wisten jullie wel, voor de mensen die op mijn Discord zitten. Ja, ja, rustig. Ja. Een bericht voor alle wagen. Ik heb alweer een vest aangedaan en zou hier om de hoek worden geschoten. Oh shit, Wim, fout keuze. Wim gaat dood. Oh shit, noodknop. Wim is flink geraakt. Ah nee, allemaal in het vest. Ik zie het. Oh, wacht even, is het gezicht. Oh, daar komt ie. 12.05, ik ben onderweg. Ik kan proberen aan te houden. Oh, oké, dat gaat niet werken. Wim, raak eens, vriend. Ah, dit zijn de meldingen die Wim toch gewoon zou moeten kunnen. Het komt dagelijks voor in zijn gebied, maar ja.
En daar zijn we weer. Wim is weer helemaal hersteld. Het was gewoon een schaafhondje, joh. Niks ernstig, maar hij dacht, ik ga er even bij liggen. Verdachte is, ik denk wel aangehouden. Want hij lag op de grond en ik hoorde de sirenes wel aankomen. Dus dat komt helemaal goed. Felle koplampen, hè vriend. Heb je groot licht aan staan of wat? Ik ga het volgende kenteken voor u aantrekken. 8, 5, hotel, Oscar, Charlie, 4, 2, 1. No, a possible disturbance in Murrieta Heights. Mogelijk overlast hier beneden en ik heb echt geen idee wat ik hier aan ga treffen. Ik vertrouw ook voor een meter. Meld kan met de plaats, ik ga kijken nemen. Er staat een wit bolletje bij die lijkwagen. Ligt er iets onder? Ik vertrouw dat niet, dat ding gaat ontploffen. Zit daar een lijk in ofzo? Die me daar laat schrikken. Hé hey, vriend, dat ding ontploft. Oké. Het is een prank call. Maar ik had zo'n gevoel. Waarom staat hier sowieso helemaal? Niet dat hij is gestolen ofzo. Er zit geen kenteken op, man. Hey joh, dan gaan we het serienummer achterhalen en die kan ik wel vinden. Kijk eens, alles zit een kenteken op. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 2, ja, ja, 6, ja. Charlie. Oké, okay, bel de eigenaar maar. Wat komt hier nou aan? 4. No, 1099. Kan ik hier door? Ja. Rijden zonder helm. Maar is dit een openbare weg? Ik denk het niet. Mag daar dan? Zonder helm rijden, dat weet ik niet. Maar ja, ik weet niet of die hier op een industrieterrein thuis hoort. En vanaf nu is hij strafbaar. Geef geen voorrang. Het is een uitrijconstructie. Dat betekent dat hij voorrang moet geven aan iedereen die hem voorbij komt. Al komen ze van links of van rechts. Rijden zonder helm, geen voorrang verlenen. Geen kenteken, denk ik. Stop voor staat aan. En op de hoek is een persoon met een mes. Ik heb zijn kenteken. Ik ga toch echt naar de persoon die hier iemand zijn neer te steken. 4, 6, echo, echo, kilo, 5, 7, 2. Die wil mij hebben, geloof ik. Mes laten vallen, omhoog. Oh, waarom hebben we niks? Waarom hebben we niks? Waarom hebben we niks? Pak je wapen, Wim. Wat ben je vandaag? LSPD! Don't make me shoot you! Vallen. Knieën. Mes veilig stellen, ja. Wapen bergen. Je bent aangehouden. Ja, het wordt druk. Oké, ik ga nog even fouilleren of je andere dingen bij hebt en dan ga naar het bureau. Ik ben niet te ander verplicht, krijg ik mijn advocaat. Blablabla. Ik vraag om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Elbero Heights. 12:05, ik ben onderweg. Ja, nog een mes bij zich. Oké, goed. Dat is verhoord. We gaan dan meer zien naar de reflective skin. Oh, ik kan nog stop politie. Of gewoon politie. Het geloof ik alleen politie. Het kan ook aan mij liggen, hè. Dat ik dat fout heb ingesteld. Kloeg de I. Stop. Stop. Ja, hij moet die anders instellen. Nu staat er al eens. Politie. Politie. En nu stop, 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 oké,
En nu staat er weer... Stop politie. Oké, ik weet niet welke het was. Oh. Maar goed. Heb je hem nou meegenomen? Neem hem mee dan. Want ik ben weer aanzetbaar. Ik krijg een dronken persoon die hierboven nog even rondloopt. Ik vertrouw die dronken personen ook voor geen meter. Die hebben altijd wel een vuurwapen ofzo. Dus ik ga ze van afstand, ik ga hem van afstand benaderen. Laat te vallen wat ik ook heb. Zij is schoten gelost. Knieën. Laat te vallen. Handen omhoog. Een bericht voor alle wagens. Officers report, we are code 4. No further units required. Kom er ook lekker uit. Mijn schot gelost. In ieder geval, je bent aangehouden. En eentje in de zijde is niet heel gunstig waar ik heb geschoten. Maar dat was de tweede schot toen hij al op de grond lag. Ook voor deze Pipo een takeltje. Of een takeltje, een transportje. Voordat jullie erover beginnen, ja ik zal een mes... Ah, dat kan niet meer veilig stellen omdat ik al een mes heb. Collega, fouilleer hem nog even. Jij, fouilleer hem nog even. Dan, kijk, ik kan hem nu nog snel fiëren, maar dan... Ja, weet je, je moet altijd even rekening houden met de mod. In dit geval wilt hij hem dus nu gaan meenemen. En stel, ik ben dan een fiëren. Ja, dan komt er misschien van hun twee mods zijn tegelijk over dat ding bezig. Over dat patiënt bezig. Patiënt. Verdachte bezig en dan crash je misschien. Dus vandaar dat ik zeg van... laat hem maar even. Attention. Ja, ja, tuurlijk. We have a 503 in, allemaal in de buurt hier. Gestolen voertuig, hier rijdt hij. Die gaat er meteen vandoor. Achtervolging gestolen voertuig, hoge snelheden, richting, geen idee, noorden of zo, zuiden, oosten, westen, ja ik heb alles genomen. Rijden heel hard. Oké, we hebben een Zulu op luisteren. Zulu op luisteren. Oh, hier is hij al. We gaan een Zulu en een tweede collega erbij. Hoge snelheden, zeel, hoge snelheden. Gelukkig rustig. De Zulu vliegt erboven middels. Zulu vliegt erboven middels. Oh. Oké, dat ging niet goed. Team verkeer zit erachter met de Passat. Zulu vliegt erboven. Verdachte is gepit lijkt. Hier gaan we geen risico's nemen. Aangezien het een tankstation was. Oeh. Uitstappen. Au, Wim aangereden, dat is niet goed. OC schoot, nee jij niet. Schoten gelost op een voertuig, reed op een agent in. Lijkt wel geraakt te zijn, maar niet gewond. Soms heb je dat wel, dat je ze raakt en tot ze dan even later, tot ze dan toch zo ernstig bloeden tot ze nog neervallen. Ik weet niet of dat bij hem ook kan, tot hij been stopt en tot hij dan dood lijkt te zijn door mijn kogel, want ja, hij werd toch wel geraakt in de borst of in de keelholte. De borstholte of in de keel. Ja, dat is ook zo jammer, hè? Dan zit hier een gestolen voertuig en dan rij je het hele voertuig aan helemaal kapot, omdat die gas niet wil stoppen. Ik heb hem nu
waardoor ik vraag hem te stoppen. Stop uw voertuig onmiddellijk. Misschien stopt hij dan wel gewoon. Zeer hoge snelheden, we zijn echt de brandjesrichtlijnen aan het overschrijden. Maar dat boeit me niks. Oeh, dat scheelt ook heel weinig. Stoeprandje, deze Touran, die kan alles aan. We knallen net op een stoeprandje. En we knallen trouwens ook overal op hem. Die Touran had het totaal los moeten zijn, hier weer stoeprandje. Je sloopt eigenlijk alle banden ermee, maar ja. Collega's zijn ook ermee gestopt, geloof ik. Of ze kunnen de rijskills van Wim en van de verdachte niet aan. Takenwagen van de politie, zet hem aan de... Oh! Oh shit! Is hij nu dood? Was dat? Oeh, ik heb hem in de hal. Ik heb hem in zijn arm geraakt, dus snap ik wel dat hij nog niet doorrijdt. Na een lange achtervolging, of ja lang, nou ja toch wel lang, heb ik dan de verdachte aan de kant gezet. En de Touran heeft veel schade. Zijn auto, de auto van degene waarvan die gestolen is heeft nog meer schade. In ieder geval, dat mag hij allemaal gaan betalen. En als het eind goed al goed, denk ik dan maar zo. Hallo? Wat hoorde ik daar nog? Dat was heel eng. That ain't good. Oh, waar hoorde ik dat? You're a waste of space. Ik hoorde een oude vrouw iets zeggen over kittens of zoiets. Of dat is hier in mijn huis. Dat weet ik niet. Ik ben alleen thuis. Dus dat zou nog enger zijn eigenlijk. Maar goed, we gaan lekker door. Naar de laatste melding. En dat gaat zijn. X. Vandalisme. Nee, die heb ik al nu al zo vaak gehad. Die pakken we even niet. En doen we nog een keer proberen. X. ATM wapen. Oké. Recht voor ons, of eigenlijk nu recht voor ons, wordt zo'n ding. Oh. Hier zo. Oh, ik ben er al. Waar dan? Hola. Oeh, lag. Oh nee, niet doen. Ik ga niet weer achtervolgen doen. Stoppen. Uitstappen, goed zo, handen omhoog. Nee, ze zegt van kom op man, kunnen we niet de buit delen? Dat doet Wim niet aan. Wim is al hartstikke rijk, je moet eens weten wat van haar dus Wim allemaal rijdt. Lukt de foto? Ja? Oké. Okay. Als ze eenmaal aanhouding gaat het transportje deze kant op. Probeer de voertuig te jatten. Gelukkig waar, was Wim er op tijd bij. Dat is Michael. Hoe ga ik je uit? T, ik moet checken. De cover, ik heb die wat zien. Oké. De cover, de Nederlands woord daarvoor. De voorkant, ja nee. Weet ik veel. Dat is moeilijk. De cover is in ieder geval kapot, maar de rest lijkt nog te werken. Dus we bellen de bank. En die gaan een fixer laten komen die dat even helemaal fixt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Als jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video. En dat gaat zijn, als alles mee zit, het MMT. En niet zomaar het MMT. Maar dat zien jullie over 2 dagen. Tot dan. Doei.